installatievideo van Frank Eenike. Ik ben Robin Mennings en ik ben eigenaar van White Rubbers. Ik zal u vandaag laten zien dat we de robot binnen een kwartier geïnstalleerd kunnen hebben en ermee aan de slag kunnen. Om voor te kunnen beginnen moet een aantal voorbereidingen gedaan worden. We hebben een montageplaat nodig waar we de robot op kunnen monteren. We hebben montagemateriaal nodig, gereedschap en ook Google aansluiten en de robot te kunnen programmeren en een aantal internetkabels. Laten we beginnen met het uitpakken van de robot. Allereerst hebben we hier de kabel van de controle naar de robot. De manual. De doos. En hier hebben we de controle. Nou, de vier dingen dat de robot heen, en die staat op dit moment zo. En nou is het handig om de robot met twee mensen te pakken. Ik pak hem uit de aangegeven posities en als jij de schuin naar beneden houdt, dan kan ik hem pakken. Zet de robot op de juiste positie en monteer hem vast op de montage. Voor de montage van de robot gebruik ik gewoon een MA-pad. Voor de uitlening kun je ook nog een aantal paspennen gebruiken om de robot ook weer nauwkeurig op zijn plek terug te krijgen. We kunnen nu gaan starten met het monteren van de hand aan de robot. Bij de robot wordt ook een enablingsdevice geleverd, stroom voor de controle en een lockstipje voor de robot om te kunnen locken in de nozzle. We hebben hier de montagegereedschap, montagemogelijkheden voor het monteren van de hand. Monteer de paspen voor de juiste uitlijning van de hand. Nu kan wel vastgeschroefd worden op de rol. Sluit de robotarm de hand aan op de robot met een simpele connector. Dat is het. Nu gaan we de controlbox verbinden met de robot. Hier gebruiken we als eerst de kabel van de robot voor. Zorg dat je de kabel op de juiste manier positioneert en dit kun je zien aan de pijl boven op de connector.
draai de kabel sterk aan. Dan kunnen we nu aan de voorkant de kabel nog eens. Om de robot te kunnen bieden, moeten we de droomkabel achterkant van de controle bevestigen. De stroom moet aangesloten worden op een noodstopcircuit. Daarnaast moeten we de enablingsdevice aansluiten op de robot. Dit doe je bij X4. De controlbox die aangesloten worden op het internet. En om met de robot te kunnen communiceren en als programmeren, moeten we de robot aansluiten op de laptop. Dan gaan we nu de robot aanzetten door op de achterkant van de controlbox hem in te schakelen. Je hoort hem opstarten. En uiteindelijk kun je aan de indicatielampen van de robot zien dat hij bezig is met het opstarten. Dit zal ongeveer een minuut duren. De lampen komen nu helemaal geel. Dus dat betekent dat we kunnen gaan starten. Om dit te kunnen doen, zal ik vanuit de laptop contact maken met de robot. Dit kun je doen door in de webbrowser naar franka-robot.be te gaan. Allereerste keer dat we met de robot aan de slag gaan, betekent dat we in moeten lopen. We moeten dus eerst een account aanmaken. Daarna gaan we de hand enabelen. We kunnen dan de hand naar boven. En hiermee kunnen we selecteren of we een gripper hebben. Dus we hebben een hand. En in dit geval betekent dat de panda gereed is. De robot is nu gereed en we kunnen dan het device enabelen. En ik ga de remmen openen van de robot. Aan het witte licht onderaan is nu te zien dat de robot gereed is om te kunnen benieuwen. De robot is nu in zijn startpositie en dat betekent dat we hem kunnen gaan benieuwen. We kunnen benieuwen door deze twee knoppen hier in te drukken. En hier kunnen we alles laten doen wat we willen. Zo zie je dat deze robot in een kwartier in zijn schip valt.